vandaag alweer maandag. Ouderwetse mensen die hebben dan hun worstdag. Dat open moet doen, die kennen er dus uit. Dan kan die open. Hele goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer maandag. Ouderwetse mensen die hebben dan hun worstdag. Nou ja, ik was wanneer ik wil. Maar oké, ik zou met weekend gedraaid hebben. Het stond al klaar, maar ik had dat ding iedere keer maar aan te doen. Nou is het wel aan. Ja, maar in ieder geval welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. En we leven vandaag op maandag 21 september. En het is 14:11, oftewel 11 minuten over 2. Ja, nou, ik heb nog een hoop te doen en ik ben niet vooruit te branden, want ik ben weer zo beroerd als een hond. Ja, ook dat nog eens een keer. Ja, het wil me niet voorbij. Het wil me niet zakken. Het wil me niet over. Last van mijn maag, last van mijn hoofd. Ja. Ging er maar wel eens over. Nou, Rijka die heeft de keurig netjes gedragen. Dat heeft ook weer overgegeven. Dus ook dat beestje is nog steeds. De maagje ook van. Hoe zeg je dat? De maagje is ook nog steeds van streek. Maar ik ga zo even met haar lekker even lopen. Even frisse neus weer halen voor de zoveelste keer. Voor vandaag. En dan krijg ik straks nog een begeleider. Waar ik niet op zit te wachten. Maar ik zal het wel keurig netjes zeggen. Ja, waarvoor kom jij eigenlijk? Weet je? Want je hoeft niks meer te doen voor mij. Wat moet je doen? Ja, oké, de tuin, maar dat wordt ook niet gedaan. Nee. Maar het maakt allemaal niet uit. Ik sta er toch wat dat er gaat alleen nog voor. En ik kreeg winkels vanochtend weer een vreemde brief in mijn brievenbus. Oké, ja, ik ken hem en ik ken hem niet. Ik ken hem via Facebook en via een ander. En hij woont ook hier in Den Helder. Maar ik heb hem nog nooit gezien. En dan nodigen ze me vanmorgenochtend 10:00 voor de koffie uit. Oh, als jij mij van Facebook ook kan, dan weet je dat mij dat niet gaat lukken. Nee, want dan lig ik nog wel te slapen. Als het enigszins mogelijk is. Maar oké, maakt er allemaal niet uit. Dan ga ik straks ook achteraan. En even dat dingetje weer goed zetten. Het is nou maandag de 21ste. Zo is dat ook weer goed. Dus ja, lieve vrienden, ik weet het ook niet. En ik moet ook nog met die Thunderbolt aan de gang. Dat nieuwe apparaat. Moet ik ook nog steeds uitvoeren. Hoe werk jij? Waarom tril jij? Weet je? En ik heb laatst ook, had ik hem er ook op en probeerde ik foto's waar ik het wel aangesloten is aan de telefoon. Dat moet je natuurlijk eerst doen. Waarom geen foto's? Dus ja, dan moet ik het allemaal even achterhalen. Ik zal hem zo ook even aan de lader gooien. Dan is die ook maar weer vol. Want ook wanneer die niks doet, loopt dat natuurlijk ook weer leeg. Ja, dat met een telefoon net zo. Kandelaf die ik net door het raam binnen gelaten. En die zal zo wel weer mee naar buiten gaan als ik Rijka uitgelaten. Die zit hier pal naast me. Hé, Kandalfie. Kandalfie. Ja nou? Ja. Dus, nou ja, Rijka ligt op de bank. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden. We gaan nog eventjes vandoor. En ik zie jullie straks wel weer hoor. Ja hoor, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot dan. Doei. Nou, lieve vrienden, ik ga eventjes boodschappen doen. Bij de Vomer, want ja, de DK die is er niet meer. Ja, is er nog wel, maar dan moet ik voor naar Niel en Helder toe. Maar ik moet mijn vleeswaren hebben, ik moet mijn kaas hebben. Nou, dat haal ik sowieso altijd al bij de Vomer. Maar zoals kattengerit enzovoort, dat ga ik toch bij de Vomer doen hoor. Ja, bij de DK doen. Dat is daar veel goedkoper, dus dan vlieg ik daar maar voor naar Niel en Helder toe hoor. Ja, simpel zat. Maar ik ga mijn jasje dicht doen en ik pak de booster en ik ga naar de Vomer. Want ja, het is al laat, maar ze hadden problemen met de belasting, bij de belasting. Want het is, je krijgt toch je huur, weet ik veel, al die dingen. Zorgtoeslag enzovoort.
Dan hadden we van Hommel niet binnen, dat is pas vanmiddag binnengekomen. Maar ja, ik was aan het werk met een vlog. Dus ja, die is nou bezig in elkaar te gaan. En als ik terugkom, dan kan ik hem naar je toe brengen. Ja toch? Simpel. En ik ben hier ook weer mee aan de gang geweest. Die meneer van Cerelo, die kwam zomaar weer eens een keer opdagen. En deze vrouw is een buitenlandse, van buitenlandse kom af, Engels sprekend. Die heeft het boekje van mee en die gaat dat van de week even voor mij vertalen naar het Nederlands toe. En dan neemt hij het van de week even weer mee. En dan donderdag geloof ik. En dan krijg ik het weer. Dus kan ik er verder mee aan gaan. Ja toch? Ja, want ik weet maar de helft dat hij stabiel is. En ja, weet ik veel. Ja, ik heb hem nou niet goed hoor. Maar in ieder geval dat hij stabiel kan blijven, zwee, draaien. Komt allemaal goed. Ook weet ik al hoe je dat open moet doen. Die kan er dus uit. Dan kan die open. Want er zit een batterijtje in. Die moet vervangen kunnen worden. En als die het niet doet, moet er al een nieuw batterijtje in vanzelf. Dan is die al leeg geweest. Dan hebben ze nooit niet goed erin gedaan. Want die moet je erin doen. Met een stukje plastic erin. Ja, en desnoods op zijn kop. Of in een zakje er los bij leveren. Ja, dus ik ben bang dat hij al leeg is. Want anders had ik er nog foto's mee kunnen maken. En dat deed hij niet meer. Nee! Maar oké, ik ga er vandoor. Ik zou zeggen, tot straks maar weer hoor. Doei! Ja, en we zijn net weer binnen. Ja, en Rijke natuurlijk weer hartstikke blij. Maar ja, ik moet doorgaan. Ik heb mijn boodschappen. Bij de Voma weten te halen. Ja, die komt niet bij de Voma vandaan. Dat is Big Bazaar. Ja, die zijn daar goedkoop in. En wat dit is, ja, Joost mag het weten, hè? Minichefs. Oké. Een pannetje of zoiets. Een pannetje of zoiets. En ik had er nog één gekregen. Ik ga hier gedonderd, ja. Er nog één. Ook een pannetje. Ik weet wel voor wie hoor, mijn buurmeisje. Ja, komt helemaal goed. Dus, nou ja, de rest, ja, jullie zien het, hè. En uiteraard een corona. Ja. En die hebben ook nog een bounty. Ja. En ik denk, ik doe even makkelijk voor vanavond. Prei-stampot. Met hamburger. Nou ja, wie doet je wat? Hoi. Hoi. Wat moet je? Wie is dan binnen? Ik zit even hier neer. Ja? Als ik de ene naar binnen moet halen, de ander mag niet naar buiten. Dus komt u maar. Kom dan. Kom dan. Kom dan, kom dan. Het is graag of het is niet hoor. Kom je niet? Nou, dan niet. Doei! Toch zo meteen met Rijken nog lopen. Wil je toch weer mee? Ja, die wil altijd mee. Dus, maar ik ga eerst lekker even de boodschappen opruimen. En dat begrijpen jullie wel, want er zit koelkastspul bij. Ik heb kipfilet voor... Ik weet niet waar ik dat neer heb gezet. Vleeswaren en kaas. Ja. Eén. En twee bakken voor Ewin. Een duur meisje. Ja, nou, er moet eentje in de vriezer en eentje gaat in de koelkast. Ik heb er hier nog eentje liggen, maar ik wil ook zelf een kippen- en groentesoepje maken. Dan heb ik er ook eentje nodig. En dus, komt goed.
komt allemaal goed. Ik ga lekker even opruimen. Ik moet dit even sorteren. Want dat moet om en om. En dan kan het de koelkast in. Ze zeggen lieve vrienden, tot straks. Doei!